Het is... Vies, hè? Vies. Het is gewoon verrotte lucht. Echt verrot. Een beetje een schimmelgeur eigenlijk. Ja, een soort van rotte eierenlucht vind ik het zelf. Alsof je chemisch toiletje op de camping is overgelopen. Nee, ja, het is gewoon niet harder. Ja, we hebben in Katwijk bij de uitwatering veel last van mos op het strand, zeg maar. En dat ruikt niet zo fris, zeg maar. Hier gaat het om, ja. Hier gaat het om, ja. Ja, je moet zo zien dat je als je op de visafslag loopt en dan met rotte vis. Zo ruikt het, zeg maar. Dus als je dat, je terras daarmee volloopt, ja, dan hou je niet zoveel klanten over, zeg maar. Ja, mosdiertjes, dat zijn hele kleine beestjes met een kleine vangarm. Denk een beetje aan een zeepok. Alleen deze beestjes die zijn ongeveer 1 mm groot. En die maken samen groeien die tot een kolonie, tot één geheel. En als het op het strand ligt en helemaal met dit prachtige weer... dan staat de zon er flink op te branden en dan begint het gewoon, even plat gezegd, gewoon te rotten. En dat is eigenlijk het grootste deel wat je ruikt. De wind staat nu goed. Volgens mij is het nu een gunstige dag. Ja, dat klopt. Vanmorgen hebben we het amper geroken. En nou ja, de eerdere dagen dat we hier lagen hadden we wat sneller dat we merkten van... hé, er komt echt een rioollucht op ons af. Gisteren had ik er wel last van, want ik stapte de auto uit om lopen toen op de boulevard. En we stapten hier de auto uit op de Rijnmond. Nou, toen echt een hele walm gewoon met, ja, echt een nare geur. De wind staat de goede kant op, dus ja, je hebt er geen last van nu. Als de wind gaat draaien, dan komt het weer terug. En ja, dan steekt het hele strand ook nog een keer. 3 weken terug zijn een paar mensen ook in weggezakt in dat spul. Als het natuurlijk wat hoger ligt, dan lijkt het zand. Maar ja, dan zak je gewoon zo tot je knieën aan toe, of misschien nog wel tot je lies aan toe in dat spul weg, zeg maar. 3 jaar zijn we echt met heel veel plezier hier naartoe gegaan. Maar ja, dit is toch wel een beetje jammer dan. Wij gaan volgend jaar hier niet meer naartoe. Dus ik denk dat er meerdere mensen zo over denken. Dit moet jou denk ik ook omzet kosten deze zomer, klopt dat? En hoeveel? Ja, ik kan het niet helemaal uitrekenen, maar ja, het scheelt wel als je terrasje leeg blijft of dat die vol zit, zeg maar. Kan er iets gedaan worden aan het probleem? Ja, ze kunnen wat vaker, zouden ze het op kunnen ruimen, zeg maar. Wat je kan doen is het wat meer uitspreiden. Dan verspreid je eigenlijk een beetje de biomassa en dan heb je wat minder last van die stank. Puur omdat het dan gewoon wat minder heet wordt en wat minder gaat broeien in die massa. Maar er echt iets tegen doen, dat alleen echt weghalen en opruimen. Dat is het enige wat je er echt tegen kan doen. Maar omdat het hoogseizoen is en mensen aan de waterkant gaan zitten, dan hebben ze de korte tijd om het op te ruimen. Dus ik hoop dat het binnenkort wat sneller en vaker kan zijn, maar met meer vermogen. Ja, want het is wel echt een groot probleem, hè, hier? Ja, dit is wel een probleem, ja.